We're having a party and right here at the cafe. Mag ik platkut zeggen hoor? Die laten we er nou in zitten. Dames en heren, die laten we erin zitten. Ik klop netjes, maar onze Saïd die maakt het wel weer even af. Dus we gaan vanavond beginnen met ons regioartiestencafé. En ik heb vandaag een man die heeft een entertainmentbedrijf. Is zelf een entertainer. Als goed hij komt hij uit Waalwijk. Bijna. Ja, in de buurt. In ieder geval, ik heb bij mij in de studio Marco Kommers. Ja, goedenavond. Bedankt voor de uitnodiging in ieder geval. Graag gedaan. Leuk. Vertel, wie is Marco? Marco is een jonge man van bijna 50. En met een passie voor muziek. En muziek is eigenlijk een rode draad in mijn leven. Ik kom eigenlijk altijd van jongs af aan tot nou toe. Komt er altijd weer terug. Soms dan doe ik wat minder actief in de muziek. Mm-hmm. En dan komt het weer terug. Dus dat is eigenlijk wel een passie dingetje, zeg maar. Vanaf jongs af aan deed jij al DJ-werk, heb ik gelezen. Ja, inderdaad. Ik was een jaar of 10. En mijn broer en zus die zijn bijna 10 jaar ouder. Dus die hadden met verjaardagen en zo altijd in de garage alles aangekleed als discootje, zeg maar. En dan zat ik als klein mannetje, hoorde ik ze lachen en gieren en gezellig zijn. Ik zeg, nou, dit is wat ik ook wil. Mm-hmm. Dus dan mocht ik ook even binnenkijken. En vandaar is eigenlijk een beetje de passie voor muziek gegroeid, denk ik. En daarna heb ik een zoldertje gekregen van mijn ouders. En daar heb ik draaitafeltjes, cassette recorders, singeltjes. En dan ga je een beetje knoeien met muziek. Totdat je een beetje geld gaat verdienen en dan ga je zelf dingen kopen. En ook een beetje zelf al zitten denken toen van ik wil gaan zingen? Of was dat eigenlijk alleen nog maar het gedeeltje muziek? Nou, op die leeftijd dan ga je meestal met Koninginnedag was het destijds nog. Ga je een playback showtje, dat soort dingetjes op school. En dan ga je een beetje de plankenkoorts proberen, zeg maar. Mm-hmm. Heb ik dat of heb ik dat niet? En toen kwam ik erachter van, nou, dit is eigenlijk wel leuk dat je de mensen kan vermaken. En je hebt gelijk interactie met de mensen die naar je zitten te kijken. Dus ja, dat vond ik fantastisch. Dus vandaar ben ik eigenlijk het podium op gegaan. Ja, daar ben ik toch wel eigenlijk benieuwd. Want wij als vrouwen, als wij een droom hebben, we zijn een zangeres of zo. Als kind zijn we dan, staan we met een borstel voor de spiegel. Ja. Hoe deed jij dat? Ik denk met een ouderwetse microfoon. Voor mij was het echt zo'n ding met batterijtjes erin en een kabeltje eraan. Echt zo'n goedkope weggooi ding. Waarschijnlijk, ja. Je hebt een eigen entertainmentbedrijf. Ja. Wanneer heb je die opgestart? Ik heb met een goede vriend in 1990 ongeveer veel drive-in shows gedaan. Die jongen die had een drive-in show. Daar heb ik heel veel voor gedraaid. Daarna ben ik eigenlijk jaren later voor mezelf spullen gaan verzamelen. Want meestal als ik ergens een keer gedraaid had, dan bleef er altijd iets over. Mensen vonden het leuk en zeiden van, nou, kom je bij mij een keer. Dus dan op een gegeven moment ga je dingen verzamelen. En een aantal jaren geleden was het eigenlijk zover dat ik zeg van, ja, we gaan dingen op Facebook zetten en dan kun je er niet meer onderuit om het in het zwarte kasboekje te doen. Dus, en dan moeten we een bedrijfje gaan starten. Dus vandaar hebben we het bedrijfje, nou, nog niet zo lang geleden, een paar jaar geleden opgestart. Ja, wel een goede start gehad. Ja. Ja, we waren net begonnen en ja, maar goed, daar heeft iedereen last van. En, ja, natuurlijk. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik heb ook gezien dat je nog een grote liefde hebt. Niet alleen je vrouw, maar ook een hond. Mijn hond, ja, hond Amor. Het is mijn derde hond inmiddels. Ik ben verzot op Engelse Staffords. Omdat ze zo lief en kroelerig zijn. En ja, dat is mijn maatje, zeg maar. Ja, ik heb het gezien over het bed heen en alle de bankroelen, noem ja, maar op. Ja, inderdaad. En daar heb ik mijn vriendin mee gepaaid. Zo? Ik heb gezegd, met de laatste dan, ik zei van, ik heb een puppy thuis, kom eens kijken. En dus, toen was ze verkocht? Toen was ze verkocht, ja. Dus. Nou, lieve puppy en dan ook nog lieve baas, ja, wat wil je dan eigenlijk dan nog meer? Inderdaad. Maar dat is, ja, dat is mijn grote vriend. Het entertainen zit je in het bloed, zeg maar. Omdat het voor jou al een rode lijn door je leven heen was. Ja. Zou je nog iets anders gedaan hebben als die passie er niet wat was geweest? In de muziek business? Nou, ik ben eigenlijk begonnen met het DJ gebeuren, zeg maar.
dan kom je heel veel artiesten tegen. Je doet af en toe artiesten schuiven. Je maakt evenementen en zo. En dan trekt het gewoon om met die mensen bezig te zijn. En gezelligheid en sfeer, dat is eigenlijk wat mij aantrekt. En qua drive-in shows, als discjockey zijnde, is het leuk om muziek te pluggen, te draaien. Maar goed, op een gegeven moment ga je denken van ik word wel ouder en het opbouwen en het afbreken wordt allemaal een beetje zwaarder. En het zingen moet je durven. Ik heb altijd gezegd ik kan niet zingen. Maar goed, de mensen vragen dan mij zelf van doe eens een liedje zingen of doe ze. En dan ja, dat groeit. Dus ja. In 2020, in augustus als ik goed heb, kwam Olief uit. Ja, Oh Mijn Liefste. Ja. Oh Mijn Liefste. Ja, het is een oud nummer van Jannes. Ja. Het is iets langzamer en ik heb dat nummer regelmatig gedraaid, maar ik hoorde altijd in plaats van de bouzouki in mijn achterhoofd een accordeon en een klein beetje meer sfeer erin. Ik zeg, dat kunnen we altijd nog eens een keer gebruiken. En ik was al jaren aan het denken van, nou, ik moet eens een keer een plaatje maken, want het is gewoon leuk om een keer te doen. En zodoende ben ik met Randy Watsils in contact gekomen, want ik wist dat hij producer was en een goeie. En ik zeg, ik ga eens contact leggen om een cd te maken. Dus ik heb hem opgebeld, ik zeg, dit is mijn idee. Hij zegt, kom eens langs, maken we een proefdingetje. Mm-hmm. En we waren er allebei verzot van. Dus we hebben het gelijk opgenomen en gas gegeven. Nou, want ik had Marco, heb ik dus gesproken op Facebook. En we hadden samen eigenlijk al in het begin al een klik van, ik wil toch ook, daarvoor zijn we ook. Ook al heb je 1 singeltje uit, 10 singeltjes uit. Iedereen is bij ons welkom natuurlijk. Maar ik zei ook tegen Marco van, kom gewoon eens een keer. Ja. En daar stond jij echt voor open en toen zei je, tuurlijk, ik wil wel komen. Ja, het is een passie en ik vind het altijd leuk om met andere mensen je passie te delen. Mm-hmm. En je hoort weer andere dingen en je krijgt andere ideeën. Het is gewoon een heel leuk wereldje en je moet elkaar niet bijten. Je moet samen leuke dingen maken en dat is het belangrijkste, dat iedereen gelukkig is en kan feesten. Ik ben feestzanger, dus ik wil het liefst feesten. Lekker knallen. Ja. Dat is liefde. Nou heb je me toch even nieuwsgierig gemaakt, want je zei toen straks van, ik heb wel eens spreekwerk gedaan voor mensen, of in ieder geval artiesten. Ja. Dan ben ik toch eigenlijk wel eens benieuwd wie je al een keer... Nou ja, ik... Ik draai al sinds mijn 12e of zo, dus ik denk op mijn 18e, 20e. Dat was een beetje de tijd van Henk Weygaard, Hanny. Dat waren toen eigenlijk de mensen die een beetje... Toen echt hip waren, zeg maar. Lied brachten. Ja, René Vroeger kwam een beetje... dat zijn eigenlijk wel een beetje de mensen van die tijd. Je had toen zelfs nog Tatjana en... aantal Belgische artiesten. Ja, die kwamen dan voorbij. Ik stond in een café die op zondag artiesten binnenhaalde. In Zaltbommel. En daar draaide ik op zondag. En daar waren regelmatig artiesten. Dus contact te leggen is heel leuk. En het schuiven is ook leuk natuurlijk. Je bent altijd wel een beetje pispaal natuurlijk als het niet goed is. Maar je hebt ook leuke verhalen, dat zie je wel. Ja, je hebt heel leuke herinneringen aan die tijd. Vooral omdat je in je twintiger jaren, dan ben je echt vol bloed. Dan wil je echt gas geven tot midden in de nacht. Is ook goed gelukt, moet ik zeggen. En nou kom je die mensen nog wel eens tegen en dan zeggen ze, ik weet het nog, je was zo en je stond daar te schuiven. Dus, kijk, en dat zijn de herinneringen die blijven. Ja, inderdaad, inderdaad. Je nieuwe single, Ik Heb Jou Verloren, die is in mei dit jaar uitgekomen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, een lekkere op-tempo nummer. Ja, hij komt eigenlijk uit mijn piratenjeugd. Ik heb zelf een verschillende zenders gehad om te knutselen en het kon niet illegaal genoeg zijn of ik wilde het doen. En dan draai je muziek van Sunstreams en dergelijke. En die melodie die vond ik altijd goed, die vond ik altijd leuk. En de leadzanger van de Sunstreams die is een aantal jaren geleden overleden. En ik dacht, we moeten eigenlijk toch een beetje die muziek uit die tijd, die mag best wel... in het zonnetje blijven staan, herinneringen moeten er zijn. Dus ik dacht, ga ik nog een keer iets mee doen. Mm-hmm. Mensen mogen gerust weten van, het is een cover, mag gerust, maar
ze draaien ook het origineel en mijn nummer. Ik vind het prima. En ik vind het een fantastische melodie, dus vandaar. Kan je uit dat nummer ook iets van uit jouw leven halen? Van dat je zegt, nou, dat, en dat heb ik eigenlijk wel wat in dat nummer bezongen, nou, wat ook wel meegemaakt. Tuurlijk, bijna elk liedje heeft wel iets wat herkenbaar is. Het gaat over verdriet, pijn, liefde, ja, daar maakt iedereen mee, dus ja. Ja, maar bij jou was nu echt de liefde, want ik alle tweede nummers gaat eigenlijk over een liefde. Ja, klopt, klopt, klopt. Music was my first love and ain't will be my last. Ja, ja, nou, je hebt die foto gezien, neem ik aan. Ja. Ja, inderdaad, dat was in de studio van RTL. In de tijd dat ik een lokale omroep startte. Aalburg Lokaal, heb ik destijds met een vriend opgericht. Ging ik ook bij DJ's langs, RTL, 538, ja, noem ze allemaal maar op, zeg maar. Mm-hmm. En dan was het hier een half uurtje draaien, daar een half uurtje draaien, soms in de nacht even langs, even gezellig even bij de jongens kijken. En ja, daar werden foto's gemaakt en bandjes opgenomen. Ja. Daar komt die foto vandaan. Ja, maar we hebben het nou over radiostations ook gehad. Wij horen dus, en Charles hoort ook regelmatig mee, van dat de artiesten het piratenleven zo missen. Ja. Want het piratenleven is niet meer zo groot als dat we 40 of 30 jaar terug gingen. Klopt, klopt. Ja, het is een apart wereldje, het piratenwereldje. Maar het is leuk als het illegaal is. Dat maakt het eigenlijk spannend. En je weet zeker dat je ook gedraaid wordt, want niemand wordt erbij gesloten. Ja, en als piraat zijn is het leuk dat de artiesten singeltjes komen brengen. En ja, het is weer dat je contact hebt met de mensen in dezelfde industrie, zeg maar. Mm-hmm. Die houden van muziek, muziek maken. Ja, het komt altijd op hetzelfde neer, bij mij in ieder geval. Heb jij nog meer in je planning zitten? Ben je al met iets nieuws bezig? Hm? Ja, ik heb met Randy over gehad. Ik zeg, nou, we zijn begonnen met een clublied voor een voetbalvereniging. Daarna hebben we Oh Mijn Liefste gedaan. En het laatste was Heb Ik Jou Verloren. Er zijn twee covers. Ik zeg, nou wordt het tijd dat we, of ik zelf ga schrijven. En ik ben nu een bestaand liedje, een eigen tekst aan het schrijven. En dan is de bedoeling dat we elk jaar minimaal één nummer uitbrengen. Uh-huh. En daarna wil ik echt alles zelf doen. De muziek, de tekst, alles zelf. Eens een keer alles zelf proberen. Ja, ja. Maar goed, om een beetje bekendheid te krijgen wil je toch een beetje een covertje, zeg maar. En loopt lekker mee. Mensen pikken het iets sneller op. En het is niet mis mee, dus, want iedereen kan er dus waar natuurlijk kunnen. Het is van alle tijden eigenlijk. Ja. Zijn jullie nou nieuwsgierig hoe dat deze single klinkt, Heb Ik Jou Verloren? Ik zou zeggen, ga naar zijn YouTube kanaal. De videoclip staat daar online, ook van Olief. En ik zou zeggen, doe hem eens een keer luisteren en natuurlijk ook liken. Want wij vinden dat natuurlijk ook leuk als de artiest ook bezocht wordt. En ja, mijn vraag is nog steeds aan jou, waar kunnen de mensen jou vinden? Hoofdzakelijk op Facebook. Mm-hmm. Ik ben niet zo van Instagram en dergelijke. Maar Facebook vind ik wel een leuke. Kunnen ze overal voor terecht, ook voor je boekingen of zo? Ja, er staan ook telefoonnummers bij en dergelijke. Dan kunnen mensen kijken wat ik allemaal een beetje doe. Ik zing natuurlijk ook verschillende genres. Dus ik kan een feestavond doen, maar ook iets anders. Mensen hebben een idee hoe dat ik ben. En dan kunnen ze bellen en kunnen we dingen overleggen wat ze graag willen en ik kom graag langs. Nou, ik ben al blij dat je hier bent geweest, want ik vind het natuurlijk super, want ja, wij gunnen gewoon iedereen ook echt de aandacht, heb ik jou ook verteld en ik wilde jou ook daarom ook zo graag hebben. Ja, goed zo. Dus, maar in ieder geval, ik zou zeggen, kondig je clip aan van je nieuwe single. Oké. Okay. Dus camera voor jou. Nou, beste kijkers, ik zou zeggen, was een leuk interview, was een beetje spannend zoals ik gezegd had. Ik dacht, misschien het hemd van het lijf, maar het valt reuze mee. Als artiesten kijken, het is echt de moeite waard om hier even lekker een bak koffie te komen drinken en met de mensen achter de schermen te praten. Het is echt gezellig. En ik zou zeggen, ga genieten van mijn laatste single die ik uitgebracht heb. Hier is de videoclip, Heb Ik Jou Verloren. En tot ziens, en ik hoop jullie in het land te zien. Is onze liefde voorgoed verleden tijd?
jij bent veranderd. Je kijkt me niet meer aan, dat doet me zo'n pijn. Jij wilt weer alleen zijn, wat heb ik jou toch misdaan? Is alles wat thema was voor ons nu voorbij? Say.